als er iets komt en als Ajax mail zal ik luisteren en dan kijken we wat zij willen en wat ik wil natuurlijk. Afgelopen zondag, ja, 6-0, hoe heb jij dat beleefd? Nou ja, gelukkig had ik via play, ik moest even kijken, Manchester United Chelsea doen. En dus ik heb met een schuin oog gekeken, maar de eerste twee goals heb ik dan nog wel gezien. En gelukkig toen heb ik de rest niet meer gezien. Doet het je nog pijn als oud-Ajax ziet? Ja, natuurlijk. We hebben op een gegeven moment zelfs laatste gestaan. En dat is nooit leuk en zeker niet van een club als Ajax zijnde. Dat hoort gewoon niet. Ja, het zijn moeilijke tijden, maar misschien aan de andere kant, als je positief mag kijken, dan waardeer je wel weer de jaren dat het wel goed gaat. Niet altijd als alles vanzelfsprekend, om het zeggen. Waarvan ben je het meest geschrokken? Nee, ik ben niet geschrokken, want we zijn al een heel tijdje geleden geschrokken. En, dit is ja, pas gewoon bij het seizoen. En, maar natuurlijk wil je zo'n wedstrijd tegen Feyenoord, wil je toch weer iets zien. In ieder geval een sprankje hoop dat het beter zou gaan. Het is uiteindelijk niet geweest. En, ja, heel snel vergeten. De kwaliteit van de spelers, het spel wat ze laten zien. Ja, het is gewoon, het is heel erg jammer, ook voor het Nederlands voetbal. Want Ajax is natuurlijk wel een mooie ambassadeur voor het Nederlands voetbal, Europees gezien ook. Maar nee, dit jaar was het echt huilen met de pet op. Nee, ja, ik heb nog niks gesproken met Ajax in ieder geval. En, ik zit er niet op, tenminste, ik hoef ook niet per se hoofdtrainer van Ajax te zijn. Wat ik nu doe vind ik hartstikke leuk. En als er iets komt en als Ajax mail zal ik luisteren en dan kijken we wat zij willen en wat ik wil natuurlijk. Patrick Kluivert die zat vorige week bij Rondo en die vertelde ook, ik ben niet benaderd. En hij vond dat een beetje apart. Ja, mensen die met een Ajax DNA die niet benaderd worden. Ja, sluit je je aan bij zijn woorden? Ik weet niet zeg maar, wie op dit moment aan het roeren is. Dus het gaat erom zeg maar, wie die contacten moeten gaan leggen. En, is dat ook niet waar het misschien fout gaat? Ja, maar het is ook bestuurlijk een wanorde op dit moment. Ze had natuurlijk een mooie eerste stap gezet met Alex Kroes. Nou ja, drie weken later heb je weer een ander bericht wat inslaat als een bom. Ook weer teleurstellend. Ja, dat is gewoon allemaal moeilijk, man. Er zijn allemaal klap op klap op klap die je allemaal te boven moet komen. En dat werkt gewoon niet in zo'n negatieve omgeving, sfeer, vibe, seizoen. Het is allemaal maar negatief. Stel, jij krijgt een belletje vanuit Amsterdam. Ben je bereid om wat te betekenen voor de club? Altijd. Ja, ja, ik ben ook lid van Lucky Ajax. En ik zit regelmatig in het stadion. Als ze me hulp nodig hebben, dan sta ik paraat. In wat voor functie dan ook? Of heb je al een beeld bij? Nee, geen idee. Nee, nee, geen idee. Weet je, dat maakt niet uit. Ik heb in ieder geval een warm hart voor de club. En waar ik kan helpen en bijdragen, dat doe ik graag. Ze mogen jou bellen voor een managementfunctie? Nou ja, misschien wel. Zou wel leuk zijn. Ja. Ik ben geen domme jongen, dus wie weet. Dan sta je voor open. Ja, nou ja. Je zegt nooit nooit. Ik heb natuurlijk druk met andere dingen. Maar zeg ik om Ajax te helpen, sta ik altijd voor klaar.